no kids. Hallo, ik ben geboren. Dat gebeurt iedereen. Je hebt het even heel erg benauwd, daarna kan je niet meer terug. Ah, niet dat ik terug zou willen hoor. Eigenlijk vind ik leven wel een snoepwinkel. Gewoon heerlijk om je heen kijken en zien wat er allemaal op je afkomt. Wat voor prachtige dingen mensen bedacht hebben, wat voor vlinders erachter met vliegen, wat mensen langs fietsen, wat je kan leren, wat je kan zien, wat je kan voelen, wat je kan ervaren. Soms vind ik het wel ontzettend veel. Er komt wel ontzettend veel op je af. Zeker als je probeert te beseffen hoe ontzettend veel dat eigenlijk allemaal is. Het is ook mooi om te ontdekken dat je daar keuzes in kan maken. Waar je wel naar kijkt, waar je niet naar kijkt. Wat je belangrijk vindt in het leven, wat niet. Wat je achter je kan laten, wat je kan negeren. Maar ook zeker wat je mee wil nemen, wat je niet kwijt wil raken. Dat vind ik mooi om dat te zien en ook om te zien van en wat hebben die nou met elkaar te maken. Wat heeft het nou te maken met dat ik geniet hier van het zonnetje, van de vlinder die hier achter vliegt. Met dat ik uitgenodigd ben om hier een filmpje te maken of om zometeen weer werkstukken na te lopen kijken die wel of niet interessant zijn, die wel of niet begrepen hebben waar het over gaat, of in ieder geval wat ik wilde dat het over zou gaan. En wat ik mooi vind is dat juist dat is hoe we in het leven staan. Hoe dat babytje dat er even benauwd had en huilend naar buiten kwam, hoe die zijn wereld ontdekt heeft, hoe die allerlei dingen heeft gevonden, heeft bedacht, heeft achter zich gelaten. Ik denk van zo bewust als dat ik dat heb mogen meemaken, dat wil ik in het onderwijs ook. Mensen zien, beleven, voelen, alles wat er op ze afkomt. Maar ook beleven dat ze daar keuzes in kunnen maken. Hier wil ik mee verder. Dit kan me gestolen worden. En dat tot een zinvol geheel voor ze wordt. Dat je daar je identiteit in ontwikkelt, je identiteit vorm in geeft. En zo, ja, een mens wordt die kennisvaardigheden, maar ook zijn persoon kan combineren tot een sprankelend mens en een echte professional.